Dit is de Trendbubbles Podcast, Dutch Trends en Lifestyle, episode nummer 57. Trendbubbles. Welkom bij Trendbubbles, ik ben je gastvrouw Desiree Kastelijn. En deze podcast is gemaakt om je positieve energie te geven en je te inspireren. Deze... Aantal weken geleden had ik in de podcastshow het over een cursus die ik volgde. Ik wilde leren snel lezen. Ik had bij Skillshare een hele leuke cursus gezien waarin ik dat kon doen. En in episode uh, nummer 54 heb ik het daar ook over. Trendbubbles.nl/54 voor als je hem wilt terugluisteren. En daar vertel ik in dat ik graag wil leren snel lezen omdat ik dan sneller artikelen in me op kan nemen, misschien beter kan leren onthouden, dacht ik toen nog. En dat blijkt ook zo te zijn. En ik ben dus die cursus begonnen en ik leerde al heel snel dat je normaal als je leest, dat je woordje voor woordje eigenlijk leest. En dat je bij snel lezen een soort, ze noemen dat trunks, van drie of vijf woorden tegelijk in je op kunt nemen. Je beeld. Wordt eigenlijk wat verbreed, wat je, of je blik op het papier wordt verbreed en je neemt meer van het plaatje op en je neemt meer woorden tegelijk op. Wat ik ook leerde bij het snel lezen was om ankerpunten te ontdekken. Dus als je een pagina of een paragraaf of een hoofdstuk doorleest, dat je dan eraan denkt wat de belangrijkste memorabele Dingen zijn die je graag zou willen onthouden van dat hoofdstuk. En dat je dat kunt gaan visualiseren zodat je dat beter kunt onthouden wat je gelezen hebt. En dat vond ik heel interessant en ik dacht, ja, daar moet ik dan wel wat, wat training in hebben. Dus ik ben wat oefeningen gaan doen op het gebied van geheugentraining, dingen onthouden, plaatjes onthouden op, op een scherm. Uh, wat je op je computer voor je hebt. Eerst zijn dat dan vijf plaatjes tegelijk die je kunt, kunt onthouden... en dan zijn dat er zes en zeven, dus je merkt dat je wel vooruitgang maakt. Maar op een gegeven moment kom je bij zeven uit, zeven plaatjes die je moet onthouden... en dan merk ik van, hé, hey, het gaat toch niet meer zo prettig. Het gaat niet meer zo goed, ik heb toch een methode nodig om die plaatjes te leren onthouden. Dan komt een techniek om de hoek kijken... Want dan ga je er eigenlijk aan denken van ja, het lukt mij niet om zoveel dingen tegelijk te onthouden. Alles zit in mijn korte geheugen en het gaat niet in mijn langere geheugen. Dus ik kan het maar een paar seconden onthouden. En zo kwam ik op de methode van Loki. En dat is een methode die ontstaan is door een Griekse dichter Simonides. Of Simonides. En die was in een, uh, bij een feest aanwezig. Terwijl het hele gebouw in elkaar stortte, was hij een van de overlevenden van dat feest. Wat daar gaande was. Hij heeft door middel van het terugzien van de beelden in zijn geheugen. alle mensen die op dat feest aanwezig waren kunnen lokaliseren. Dus waar ze aan tafel zaten. Waar ze zaten op het moment dat dat gebouw in elkaar stortte. En zo is er eigenlijk een methode ontstaan dat je met behulp van je geheugen dingen kunt plaatsen. En daardoor beter kunt onthouden. En dat plaatsen, dat doe je in geheugenpaleizen. En dat is eigenlijk ook de titel van deze podcast. Hoe ik met behulp van geheugenpaleizen. Dingen beter kan leren onthouden. En daar gaat de podcast-episode van vandaag over. Het gaat over visualiseren. Het echt proberen te visualiseren van dingen die je graag zou willen onthouden. Daar heb je geheugenpaleizen voor nodig. En toen ik dat woord voor het eerst hoorde, geheugenpaleis, toen dacht ik echt van... Daar heb je het over. Maar als je je voorstelt hoe jouw huis waarin jij bent geboren, er vroeger uitzag, dan kun je dat waarschijnlijk in je geheugen zo oprakelen. Je weet precies waar de toilet zat, je weet hoe de gang eruit zag, je weet hoe je naar Zolder liep als die er was, je weet hoe de voordeur eruit zag en je weet waarschijnlijk ook wel hoe de woonkamer eruit zag en hoe je dan van de woonkamer naar de keuken liep. Blijkbaar, kan je geheugen heel goed plaatsen en gebouwen onthouden. En dat kun je gebruiken om andere dingen die je wilt onthouden daarmee te koppelen en daardoor kun je die andere dingen beter onthouden. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg, maar het makkelijkste is het te doen aan de hand van voorbeelden en dat zal ik zo ook met je gaan proberen. Je zult vanzelf merken dat het bij jou ook zo werkt. Dat je dus heel makkelijk dingen kunt leren onthouden. En dat kun je ook oefenen. Want als je oefent, dan wordt je geheugen daar gewoon beter van. Wat heb je nu echt nodig om die methode van Loki goed uit te voeren? Bedenk dat als je dingen die je wilt onthouden uitvergroot, grappiger maakt, overdreven maakt, dan kun je ze beter onthouden. Je moet ook proberen om de dingen die je wilt onthouden echt te visualiseren en echt voor je te zien, levend te maken, ze dus misschien voor je in, in jouw geheugen te laten draaien of te laten bewegen. Dan onthoud je dus dingen beter en... De dingen die jouw aandacht vasthouden, die onthoud je ook beter. Als je levende gebeelden voor je ziet, dan onthoud je ze gewoon beter. Dus dat, dat zijn eigenlijk de leuke dingen om daarvan te weten. Nog een pikant detail is, als je een beetje een dirty mind hebt, dan onthoud dat ook beter. Gekke dingen verzinnen en dingen die gerelateerd zijn aan jouw verleden, jouw verleden. Verleden in beelden die je hebt van gebouwen van vroeger. Ik ben dus dingen op gaan zoeken over die methode van Loki, over de geheugenpaleizen en ik heb uh, wat, wat informatie verzameld en er was eigenlijk een opdracht van verzamel nou eerst een heleboel gebouwen die jij nog kent van vroeger. Toen dacht ik, nou, ik ken helemaal niet zoveel gebouwen van vroeger. Daar zullen we zo op terugkomen dat ik die dus wel ken? En maak daar plattegronden van. Het mag in je hoofd, maar het mag ook op een, op een papiertje zijn... dat je een heel klein schetsje maakt van die gebouwen. En vaak weet je echt nog hoe die huizen waar je in hebt gewoond... of de scholen waarin je hebt gezeten, hoe die eruit zien. En dan is het eigenlijk ook belangrijk om een lijst te maken met, ik noem dat acties. Ik zal je zo de voorbeelden daarbij noemen. Die kun je dan gaan koppelen met een lijst van bekende personen. Ik dacht, ik ken helemaal niet veel bekende personen. Ik kan sowieso in films niet echt veel bekende personen opnoemen. Maar ik heb toch een lijst gemaakt en ik zal het zo wel eventjes voorlezen wat ik daar dan voor een mensen op heb staan. En als je nu de dingen die je wilt onthouden koppelt met een bekende persoon die daar iets raars mee doet, dat is dan een actie of iets grappigs mee doet. dat, dat heet dus dan een actie. En je plaatst die in jouw geheugenpaleis. Dan kun je dat als je dat visualiseert helemaal voor je zien. En als je je daar een beetje in oefent, word je daar ook steeds beter in. Je kunt het zelfs in kleur voor je zien en je kunt echt de bewegingen die gemaakt worden door die persoon voor je zien. Nou zul je misschien je afvragen, nou ik moet dan wel heel veel uitvoeren. Als ik jou zo hoor praten, deze om het te leren onthouden. En dat is helemaal niet zo. Dat gaat helemaal vanzelf. En straks zal ik je dat echt ook laten ontdekken. Als je daar zin in hebt om daar in mee te doen. En zullen we samen een aantal dingen gaan onthouden. Die ik jou voor je laat zien. En in die geheugenpaleizen die je hebt. Kun je een route uitstippelen om meer dingen te onthouden. Dus als je bijvoorbeeld iets wilt onthouden van een boodschappenlijst en je wilt kaas onthouden en je wilt melk onthouden, dan kun je die in een route plaatsen door jouw huis. Het verstandige is wel om de route niet zo te kiezen dat je continu heen en weer moet lopen. Het moet één smooth, gladde route zijn die je loopt door je huis en het liefst jezelf niet laten, laten um, vergissen of in de war laten brengen dat die route zichzelf kruist. Want dan kan je geheugen dat wat moeilijker oprakelen. Dus het is één route die door je huis loopt. En als je die route regelmatig doorloopt in je geheugen, dan kun je het ook beter onthouden. Je zult zien dat je voor een korte termijn dingen kunt onthouden uit je geleug, geheugenpaleis. Maar als je dat voor een langere termijn wil doen, dan zul je af en toe terug moeten naar de plaatsen in die geheugenpaleizen in jouw hoofd. Om de dingen die jij wilt onthouden langer op te slaan in jouw lange geheugen. Dan wil je misschien wel weten wat ik nou voor voor lijstjes heb gemaakt van... mijn geheugenpaleis. Je wil gewoon... een kijkje hebben in mijn geheugenpaleizen. Ik heb die lijst op... alfabetische volgorde gemaakt, omdat ik dacht... dat dat handig zou zijn. Maar dat is best moeilijk, want dan moet je... van iedere letter van het alfabet moet je... een geheugenpaleis uh, verzinnen. Um, dus een naam van dat... Ge geheugenpaleis wat je verzint... moet in overeenstemming zijn... met de letters van het alfabet. Dat is best lastig, dus... Wat je ook kunt doen, is gewoon een lijstje maken. Veel handiger. Ik ben begonnen met, uh, met de A van de advocaat. Advocatenkantoor van mijn man. Ik zal gewoon nog wat andere dingen noemen die op het lijstje staan. Sommige zijn best persoonlijk, dus die sla ik eventjes over. Andere, die, uh, die kan ik best hier in de podcastshow vertellen. Want het, zijn, het is heel apart dat het best... Hele persoonlijke dingen zijn waar je aan gaat terugdenken. Waar je van weet hoe die gebouwen er aan de binnenkant uitzien. Bijvoorbeeld een aantal kantoren waar ik gewerkt heb. Die heb ik erin opgenomen. Het huis van mijn ouders. Een tijdelijk huis wat we ooit hebben gehad. Een restaurant waar we behoorlijk veel komen. De slager waar ik kom. De mondhygiënisten waar ik kom. Het huis van mijn schoonouders, een huis van een vriendin van mij, een oude school waar ik in heb gezeten. Dat zijn zo wat voorbeelden. Maar er zijn nog veel meer gebouwen in mijn leven die ik op kan noemen. Zoals hotels waar ik ooit ben geweest en die me heel erg zijn bijgebleven. Of een. Museum waar ik graag in kom, dat is dan best wel wel een groot geheugenpaleis. Best wel een grote ruimte, waar je heel veel dingetjes kunt ophangen aan de muren in jouw, in jouw uh, geheugen. Dus je uh, je voor kunt stellen dat je daar dingen ophangt aan de muren. Dit is maar een begin van een lijstje. Want op een gegeven moment toen dacht ik... Oh, dit zijn ook nog allemaal geheugenpaleizen. Als ik nu ergens heen ga en ik let goed op naar een winkel bijvoorbeeld... hoe het gebouw eruit ziet en ik ben daar meer op gefocust... dan kan ik dat ook weer als geheugenpaleis uh, zien. En winkels waar ik kom, een notenbarretje waar ik kom bijvoorbeeld... dat kan ik gebruiken of een koffiezaakje waar ik veel kom. Dat zijn allemaal geheugenpaleizen die in jouw geheugen kunnen dienen voor de opslag van dingen die je wilt onthouden. Het is echt zo'n leuk onderwerp. En de personen die je kunt gebruiken om dingen beter te kunnen onthouden, ja, dat, daarvan denk je misschien ook van, oh, best wel moeilijk. Maar ik heb gewoon een lijstje gemaakt. Maakt niet, niet uit, voor jou zal de, zal de lijst waarschijnlijk heel anders zijn, maar ik noem hier maar wat voorbeelden op. Arnold Schwarzenegger, Britney Spears, Brad Pitt, Adele. Elton John, Julia Roberts, Tom Hanks, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio. Misschien zie je ze al helemaal voor je als ik die namen noem. En dat is ook de bedoeling. En ik heb juist geprobeerd om van die hele bekende personen te nemen. dat je echt meteen weet waar ik het over heb. Dus als Madonna, als Princess Di of Obama, of George Clooney, Donald Trump, Beyoncé, Kim Kardashian. Die zie je allemaal zo voor je in jouw geheugen. Dan heb ik dus een aantal werkwoorden gemaakt, dingen die die personen kunnen doen om alles levendiger te maken, om daar beweging aan te geven en om de dingen die je zou willen onthouden beter te kunnen onthouden. Dus acties. Nou, en dan heb ik er hele gekke op ge opgeschreven, zoals uh, uh, spugen, kussen, lachen, schieten, lopen. Eten, snijden, smijten, schreeuwen, knippen, graaien. Dat kunnen al die personen allemaal gaan doen. En je zult zo dadelijk wel merken bij het lijstje wat ik met je doorgaan nemen en jou voor ga doen, hoe dat werkt, een geheugenpaleis, dat je merkt van ja, ik gebruik die werkwoorden inderdaad ook. Dat is echt ja, zo grappig. En dan heb ik nog een lijstje gemaakt met objecten. Waardoor je kunt zeggen: Van nou, ik, ik kan iets beter onthouden, omdat ik een kok voor me zie die een pollepel vasthoudt. Waar die, die die heel hard gebruikt als honkbalknuppel, bijvoorbeeld. Nou, als je dat zegt, een kok met een, die een honkbalknuppel in zijn, uh, in zijn hand heeft, waar die heel hard mee slaat, dan zie je dat eigenlijk al voor je. En misschien zie je die kok al voor je met een koksmuts op en, en dat soort dingen. Ik heb er een aantal opgeschreven: zo van een riek, een tobbe, een zeef, een skateboard, een pen, een tractor, naar nou allemaal woorden waarvan ik denk van um, mezelf probeer te forceren om creatiever te zijn in mijn geest. Daar gaat het eigenlijk om. Dit is een oefeningetje om gewoon beter te kunnen visualiseren. En door een aantal objecten op te schrijven, zie je ze ook gelijk al voor je. Heel leuk. En waar het voorbeeldje vond ik ook wel zo leuk, wat ik uit het, uh, het boek heb gehaald. Dat over geheugenpaleizen gaat. Uh, het boek heet ook, geloof ik, 'Het Geheugenpaleis.' Ik zoek het eventjes op. Het staat ook in de show notes. Het boek, ja, Het Geheugenpaleis. Daarin staan een aantal dingen ook, die ik nu vandaag in de podcastshow met je zal delen. Ik beveel het boek ook aan dat als je geïnteresseerd bent in geheugenpaleizen en om geïnteresseerd bent om namen van personen beter te kunnen leren onthouden of sowieso dingen beter te kunnen leren onthouden om dat boek te gaan lezen. Dat is echt de moeite waard. En bij mij was het eigenlijk ook zo gênant dat ik dacht van op feestjes mensen hun namen niet zo goed kon onthouden. En dat ik me daar zo aan ergerde dat ik hun namen dan niet meer wist. Dat is ook een van de redenen geweest om, uh, om een beter in geheugentraining en in combinatie met snel lezen te gaan verdiepen. Dus ja... Aan de ene kant had ik dus het snel lezen wat ik graag wilde lezen, leren. En aan de andere kant had ik de namen van personen die ik beter wilde leren onthouden. En dat kan ik nu mooi samenvoegen. En het is heel erg leuk dat je binnen een redelijk korte tijd leert hoe het werkt, hoe het werkt om dingen beter te kunnen leren onthouden. En dat je het ook al kunt toepassen. Echt heel erg tof om te zien. Dus ja, nou. Ben je er al klaar voor om samen met mij een kleine, klein geheugenpaleis te maken? Misschien ben je nu wel aan het strijken of aan de, het hardlopen, of misschien ben je gewoon een lekker in de auto een ritje aan het maken. Ik ga met jou een heel klein boodschappenlijstje af. En ik ga jou gewoon een boodschappenlijstje laten onthouden. Wat gaan we meenemen uit de winkel? We gaan hutekezen meenemen. We gaan een pot zilveruien meenemen. Een gerookte zalm, zes flessen wijn en drie paar sokken. Misschien kun je het zo vanzelf wel onthouden. Maar over een uurtje, als ik het je nog eens vraag, dan zal dat toch wel erg moeilijk worden. Dus vandaar dat ik je meeneem naar een geheugenpaleis van jouzelf. Stel jouw eigen huis voor. En... Stel je voor dat je nu het pad oploopt naar jouw huis en dat je daar een pot zilveruien op het paadje naar de voordeur ziet. Die pot met zilveruien, die staat daar eigenlijk helemaal verloren bij. En je wandelt nu door naar de voordeur van jouw huis en daar zie je ineens een hele grote tobbe vol met hutekezen. En wie zit er in die tobbe? Claudia Schiefer. En die echt die tobbe die vloeit helemaal over van die hutekezen en die hutekezen zit ook helemaal over haar deernbel die die zij aan heeft. En haar decolleté zit helemaal onder de hutekezen en je je ziet de tobbe voor je voordeur staan en je kunt amper de voordeur nog passeren. Maar als je dat doet, dan zie je achter die voordeur, zie je een gerookte zalm liggen. En het echt met kop en staart, je ziet gewoon die zalm, de kleur van de zalm. Je kunt hem misschien ook wel ruiken. En daar ligt die zalm te glimmen. En je loopt door. Je loopt door naar jouw woonkamer. En... Misschien heb je geen piano, maar kun je wel voorstellen dat er een hele grote piano in jouw woonkamer staat. En daar staan zes flessen witte wijn opgestald. Die staan een beetje te trillen, want die piano is uit zichzelf aan het spelen, heel typisch. En het is, het is een hele forse piano. Je ziet die flessen wijn, die zes flessen witte wijn, zie je daar staan. En dan draai je je om en zie je een hele gekke schemerlamp in een hoek staan. En aan die schemerlamp hangen met wasknijpers vastgemaakt drie paar sokken aan de lampenkap. Het is echt een heel raar gezicht. En die hangen daar eigenlijk een beetje te bungelen. Volg je het nog? Ben je nog bij me? Kun je de zes sokken aan de lamp zien hangen met de wasknijpers vastgemaakt? Weet je misschien nog wat er op je oprit stond? Of op je paadje naar de voordeur? Dat die pot met zilveruien daar stond? En zie je Claudia Schieffer nog in die toppen vol met hutekezen zitten? Ik heb de oefening gedaan... En ik zag echt werkelijk Claudia Schieffer in mijn gedachten... in een grote tobbe met hutekezen hute zitten. En iedere keer als ik nog denk van... wat was er ook alweer bij mijn voordeur? De tobbe met hutekezen met Claudia Schieffer erin. Het is heel erg raar. Je ziet het voor je en je kunt daardoor die hutekezen onthouden... want daar gaat het om, het boodschappenlijstje in dit geval dan. Maar een ander voorbeeld in de praktijk is dat ik iemand met wie ik regelmatig contact had... op een zakelijke manier tegenkwam. En die heette David. En op een of andere manier maakte ik iedere keer Alex van zijn naam. En het was zelfs zo erg dat dat wel drie keer in het uur gebeurde... als ik die naam weer gebruikte. Het werd gewoon één grote struggle met namen. Het werd Alex, David, David, Alex. Ik wist het gewoon niet meer. En toen ik deze methode van Loki een beetje aan het oefenen was... toen dacht ik, nou, jij, David, wordt mijn grote uitdaging. En ik stel mij David nu voor als de David in Florence... het standbeeld van de blote David die daar staat. Iedere keer als ik zijn naam tevoorschijn moet halen... dan komt dat beeld van die David... Het standbeeld van de David bij me naar boven. En dan weet ik, hij heet David. En zo kan ik de combinatie maken met zijn naam. En wat er nu in het boek ook staat omschreven is dat je, als je op feestjes bent, dat je eigenlijk heel creatief kunt zijn met de namen. En dat je dus de eigenschappen van de persoon of datgene wat die persoon aan heeft, of de bril die erop heeft, of het rode haar wat diegene heeft. Dat je dat heel snel kunt gaan koppelen met de ruimte waarin je op dat moment bent. Dus het feestje waar je op dat moment bent. Die ruimte zul je waarschijnlijk tot laat nog kunnen onthouden in je leven. Omdat je het heel bewust gaat onthouden. En daar plaats je dan die personen in. Met die eigenschappen en die naam. En die naam kun je dus ook op klank bijvoorbeeld laten. Onthouden, dus dat je niet helemaal weet hoe je van de naam een object kunt maken wat je kunt onthouden, maar dat je van die klank van de naam wel een object kunt houden en daar een gekke twist aan kunt geven zodat je die snel kunt onthouden. Het klinkt nu als ik het uitleg misschien een beetje moeilijk, maar aan de hand van het voorbeeld van de pot met huien, de hutekezen en de gerookte zalm achter de voordeur... zes flessen wijn op de piano en de drie paar sokken hangend aan de lamp, bungelend aan de lamp... kun je je misschien voorstellen dat je in jouw geheugenpaleizen een heleboel kunt onthouden. Ik ben nog maar net in deze wereld van geheugenpaleizen gestapt. Het intrigeert me enorm... Ik denk ook dat ik het bij het snel lezen goed kan gebruiken, omdat ik daarmee de dingen die belangrijk zijn in een hoofdstuk makkelijker kan onthouden. Dus ik kan op een paar woorden letten die in een hoofdstuk staan en dat in een geheugenpaleis opslaan. En daardoor kan ik de essentie van een boek beter begrijpen. En daarnaast wil ik natuurlijk sneller leren lezen door oefeningen te doen, door. Meer woorden tegelijk in één beeld op te vatten en te oefenen om sneller te leren lezen. Dat is eigenlijk een ander onderdeel, maar samen is het allemaal geheugentraining en hersentraining. En het is een fascinerend iets. Ik denk ook dat we in een tijd zijn waarin we veel meer kunnen opzoeken dan vroeger. Vroeger bestond er geen smartphone waar je even snel. Een adres in kon opzoeken of een telefoonnummer. Vroeger wist ik ook veel te meer telefoonnummers uit mijn hoofd. Ik weet er nu nog maar enkele en je kunt ze niet eens meer op een hand tellen. En vroeger kon ik er zo een aantal van vriendinnen of familieleden opnoemen. En dat zijn de kleine dingen waar ik nu mee begin om mezelf te trainen, om mijn geheugen beter te maken. En heel vroeger, voor. Dat de boekdrukkunst ontstond. ontstond. Waren er eigenlijk alleen maar verhalen die je kon vertellen aan elkaar. En overleveringen. En dan kon je dus niet echt iets vastleggen in een boek, kennis vastleggen in een boek. Dus kun je je voorstellen hoe dat vroeger ging, moest je gewoon veel beter dingen onthouden. Omdat er geen manier was om het vast te leggen. En daarmee besef ik mijzelf ook. Dat de capaciteit die je hersenen hebben, dat die zo groot is, dat we die nu voor een groot deel onbenut laten. En dat is voor mij de uitdaging, dat ik denk van ik wil fit blijven in mijn hersenen. Ik wil mijn hersenen qua capaciteit beter gebruiken. En ik wil dus meer kunnen onthouden. En actiever kunnen onthouden. En daarom ben ik gedoken in het boek Het Geheugenpaleis. Als je het zelf ook wilt lezen, dan uh, raad ik je aan om even in de show notes te kijken naar de link. Zodat je de hele titel hebt en de verwijzing daarna. Ik hoop dat ik je hiermee geïnspireerd heb met deze podcast. Ik vond het leuk om er een speciale podcast over te maken. Ik hoop dat je genoten hebt dat je het idee hebt van. hey. Ik, er zijn manieren om namen beter te leren onthouden en die manieren zijn ook nog heel erg leuk om toe te passen. Dat is het ook. Het is echt een hele leuke manier om love te het onthouden en het, zelfs love te leren. het me is Love Het is alleen all een manier, all manier, om naar je te denken. Ik hoop dat je genoten me hebt. Me Ik Wens je een hele fijne week toe. En tot de volgende week. Dag hoor. Dit was de Trendbubbles Podcast. Wil je geen episode missen? Abonneer je dan. Of kijk op de website trendbubbles.nl. Trendbubbles.